Je gaat er wel over. Ja. Ja. Doe maar. Deze had ik niet. Ja. Iets later. Ja, ik kan trouwens iedereen proficiat gewenst daar straks. Ik was gaan opzoeken wie dat deed. Maar er was één Belg die ik kende. En hem er niet bij gezet. Bij wat? Een Wolko. Maar die van NCL Vallow. Ja, ja, ja. Een toernooi van de Louis Hostens. Gaan we meedoen met het toernooi van Louis Hostens? Ja. Nee. Gaan we niet doen. Waarom niet? We zijn al twee mannen. Strade Bianchi. Ik heb een pijpje. Ik heb Strade Bianchi. Maar rechts op het scherm ook? Rechts? Ja? Zo, dan gaan we zo. En we zijn onderweg. Ah nee, ik zie ook een pekje pek. Zijn profiel. Maar er staat wel Strade Bianchi bovenaan. Ja, ja, ja. Ik dacht het al. Bij ons is een gamer joint. Ik zag het. Wat is het met die enemy-spotjes tegenwoordig? Kut, ik moet 3. Godver. Het is vandaag meer druk hier. Nu aan de... Kijk ook. Dat een actieve mens aan jouw flesje kan pakken. Ik zou toch zo graag VR jaar hebben. Draai maar waar. Het hoor je uit, hè? Ja, het ding is dat er een Star Trek spel van dat je Bridge Commander zet. Het is al hier over dat spel te kunnen spelen. Hoor. Maar ook komt dat toch niet zo heel schaam? Dat spel niet, maar VR dingen. De VR breed staat wel toch. Nee, ja, die van Valk, 500 euro of zo. Oh. Echte VR, hè, met een koptelefoon en zo'n bril. Ah, ja, hier, 350. Ja. 350. Oh, dan heb ik wel overdreven. Ja, met Oculus Rift, hè. Allee, Oculus Quest. Ja. Dat was altijd een test. Dank je. Allee, dat is het. Ik vind dat wel veel. Omdat nog, ook omdat ik al mijn pas geleefd had. Het eerste jaar een computer van 1500 zetten op de kost. Ja. Yes, yes, yes. Fucking hell, ik haat dit spel, ik klik toch op. Wat heb je gedaan? Nee, echt. Een gezeik op mij. Gaan wij nog spelen, Leonard? Ja, ik heb een nieuwe room, maar. Ah. Met hoor. Want die info is weg. Dus ja, we kunnen niet meer Strade Bianchi spelen. Ja, ik had het spel herstart. Waar denk je eigenlijk tegen Strade Bianchi? Want niks. Ik zei gewoon dat we dat niet kunnen spelen. Ja, maar dat er juist in je zijn. Oh nee, Strade Bianchi. Dat is toch. Ja, ik weet niet. Ik kan dat niet kunnen.
Ja, ik kan dat ook niet. Ik heb daar ooit een zwaar in gefeild op een toernooi. En ik denk dat ik er niet eens in plaats moet spelen. Dus. Maar Appius, waarom zet je zo aan het rijtje? Je koers is nog niet eens begonnen. Ja, dit is gewoon echt een nieuwe. Nee, ik was niet aan het racen. Oh, dat was toch slecht gezien. Ah, ik kan dus mezelf spelen. Als Kergen. Net niet op tijd geklikt. Hans Kergen. Wie is dat nog tegen? Een irritante. Ik weet niet, een Noor denk ik ook. Nee, dat is geen Noor. Een Tsjech. Een Tsjech bijvoorbeeld. Dat zeiden wij aan het begin toen dat Stibar hier opkwam ook. Een Tsjech. En die ook kan Nederlands. Nu is het half Belg. Ja. En zoals Alaphilippe. Dat is ook een half Belg. Waar is nog een verschil van dit? Left, right, arrow down. Nee, men ook halve Belg. Of Nederlander. Ah, ik raak niet op wiel. Je moet die Fransman even joinen. En die Chris. Wat is dat? Dat mag ik dat niet. Ah, nee, dat bergopje zei joh. Oké, okay, eerste rit gaat beginnen. Tijd vind je lekker. Kom op, boys. Kom op, met haar. Een minuut of een tijd. Ik ga verliezen hier al. Geen jongen. Tegen drie goede TTT'ers. Ah. Wauw, een beetje dan misschien. Maar Daniel is ook een top. Die team. Voilà. Alleen ITT, niet TTT. Ah. Jeff, je wilt dat geld vallen. Ja joh, dat is een tactiek. Waarschijnlijk een slechte tactiek, man. Ja. Nee, je had wel, joh. Ja. Voilà, hier, hé. Ja, sorry. Ja, ik had het licht gezien. 17 lid, nee. Is dat veel? Ja. Moet nu op 90 of zo knallen. Zie dat probleem heb ik ook, hè. Ja, dat is weer mijn autisme waarschijnlijk. Het boom komt. Als ik een bepaalde tactiek heb, dan moet die tactiek altijd werken. Ah, is het? De vegan rider heeft een toernooi gestart. Daar kunnen we ook joinen. Die is een sukker. Kom, ik ga eens kijken. De Walse pijl, van mij. Het duurt zeker jaren voordat het start. Ik wil gewoon een beetje trollen. Hi, oh, how do I select the team? Welk team ga ik pakken? Ik zal niet de keuring pakken. Is dat al met goede Maldi? Ja, ziet die stats van Maldi. Ja. Wat heeft hij dan? 77 clubs, 77 goal. Ja, de officiële World Database, man, dat is toch niet. Dan wie? Ik kan dat nu meer serieus nemen, sorry. Wie? Maldi van Zevenhand. 77 clubs, 77 goal. Jeetje, wat is dat? Dat is maar, toch veel zo? Maar is dat een heuvel of is dat een klim op het einde bij de Waalsepeil? Dat is een heuvel. Een heuvel, een heuvel. Heuvel-acceleratie, dat heb ik me ooit wijs gemaakt. Maar, come on, joh.
Floor dat van Mathieu van de Poel in mijn carrière. En naar Remco maar 76 klimmen. En 79 tijdrijden. Kijk, Remco is ook een dikke prrrr. Nee, dat is niet waar, Remco. Nou, nou, zeg. We pakken Filippo Gamma voor de goal. De vegan guy vraagt of dat 2 maal of 1 maal gaan doen. Eén keer. Ah, nee jongen, hij vraagt op welke speed. Ja, 1 maal of 2 maal speed. Nee, al zee. Hij is niet aan het ragen. Volk jongen. Ha. Het was een beheerste race. Met welk team rijd jij, Daniel? Met Rest of the World? Ja. Dat is mijn tijdrit team. Ga je er altijd mee in de tijdrit? Hè? Omdat het offline de eerste team is die je kan selecteren. Oeh, waarom is uw spel afgevallen, Abjet? Daarom was ze aan het rijden, denk ik. Nee, Noël, doe het niet. Doe het niet. Nee, oké. Wie heeft het? Tegen mijn tegenstander? Tegen, weet ik. Nee, ah, nee, is nog altijd niet begonnen. Nee, is nog altijd niet begonnen. Oh nee, dan meer. Oh, karma. Hoe laat is het ondertussen? In 9 uur al. Maar oh, bij ons begon het pas om 9 uur gisteren, waar niet tegen. Ik weet het wel. Nou, daarom alleen al waar ik slecht is, misschien. Voor wie moet ik rijden, Lennart, zeg het eens. Ja, wel, ik heb toch eigenlijk gekozen. Ineos Grenadiers. 25 seconden. Wat figuren rijden dat tegenwoordig? Bernal, Carapaz, Ganna, Kwiatkowski, Pidcock, Poort en... Ja, ik ken die stats van een Yates. Yates. Ik denk dat ze moeten wachten hebben op... Onder verloren op de start. Ah nee, ik heb moeten wachten op de post. Nee, op mij, want ik ben er ook nog niet. Nee. Ah. De ghost is letterlijk na mij geladen. Ik weet niet wat... Pak, het kok was de stats heeft hij. Ik denk dat ik voor Kwiatkowski ga rijden. Ik zou toch wel voor Tommy Boy durven gaan. Ik denk dat hij een slechtere stats heeft dan ik weet. Nee, wel data pace, hè. Zijn die al vertrokken bij u? Nee. Pitcock, 79 heuvel, 77 kasseien, 75 sprinten. Wow, joh. Dat is maf. Dus dit is niet zo goed, hè? 79 heuvel, Kwiatkowski heeft dat ook maar zo. Alweer. Die heeft geen sprint en Pitcock heeft tenminste een sprint. Oké, dan redden we voor Pitcock. Als ik dan verlies, is het jouw fout. Hè? Ja. Zeg, gaan we er nog vertrekken vandaag? Van Avermaat. Maar waar zie je al die stad? Van Aert. Wel, van Avermaat. Dus, maar waar zie je al die stad? Ja, ik heb die een ding geopend. Die infopagina. Maar dat kan ik nog niet zien. Moet je op info drukken, bovenin. Ja, maar ik nee, werkt niet. Ik kan nog nergens op duwen, gewoon. Huh? Zijn die al vertrokken bij u? Als je op F5 drukt, dan kun je dat zien. Ah, aha. Ja, dat is wat. Ja, juist. Ah, wauw, dat is zelfs. Fuck, maat, dat is hier met dingen, met vormen en zo. Ah, oh, ja, dat had ik nog niet gezien. Oh, Alaphilippe plus 2. Oh, oh. De zaak is hier gereden. Van Natium, 81 hardrijden, 75 klimmen. 79 heuvel, 82 tijdrijden, 79 kasseien, 80 sprinten, 81 uithouding, 79 weerstand,
Dat is mafia, daar kunnen we toch nooit van winnen. Daar winnen we toch alles mee in seizoenen. Ja. Hey, gaan we nog beginnen of... Ah, oei, Daniel, ik heb hier nog al... hoeveel is het waarde? Waar vijfde. Op hoeveel? 25 seconden. Oh, dan is het klassement nog niet verpesten. Nee. Oeh, zijn we dan al bezig nu? Nee. Maar waarom zegt hij... Waarom zegt... Ah, dat is omdat ik... Iemand anders een geluid heb opstaan waarschijnlijk dan. Je zei het van, I'm falling behind. Dat is met mij zeker. Ja. Ja, dat zat ik bij de stream, zat ik dat sowieso aan. Oh, je ziet hij nog niet gewaald. En een Mico weer met een treintje van 100 man. Waarom start hij hier niet? Oh, we staan op pauze of wat is dat? Oh, dat heb je altijd als je met die noob speelt. Wat? Wat die rooms en buchten. Gebeurt er dan? Dat laat niet, dat vertrekt niet. Zeker omdat ze op mensen moeten wachten. Ja, nee, maar het is gewoon mensen die een room gemaakt hadden. Voor de lood. Die niet van Discord gehoord hebben of zo, denk ik. En niemand kent. Ja, we gaan vertrekken. Jeff! Fuck. Oh, Jeff is juist weg of wat? Ah, jullie hoorden mij niet meer. Amai, en ik was een heel verhaal aan het vertellen. Jij had toch al gemute? Ja, dat was heel per ongeluk, want ik was echt een heel verhaal aan het vertellen. Oei. Ik heb aan het denken, Jeff. Huh? Ja, ik dacht, ik was echt aan het denken, maar al hè. Iedereen is dit meer te negeren. Zou die mensen het principe van een trein kennen? Ja, want... Ja. Maar what the fuck is dit? Want ik heb dat ooit... Ik zit een minuut achter al. Ik heb per ongeluk op iets misduwd. Maar nee? Ja, ik zat een minuut achter, man. Ondertussen en meer. Oei, kook. Ja, ik heb dat ooit gedaan, hè. Zo heel de tijd multi gespeeld. En dan nog eens... Met bepaalde mensen multi gespeeld. Het gewoon zijn van treinen te gebruiken. En dan met... Mensen die niet vaak echt multispelen, denk ik dan. Wacht. Multi gespeeld en heel een tijd een trein boven gehaald en gewonnen. En die hadden niet van, wat? Was het niet plezant? Ja, nee. Ze waren ook mee een neos aan het rijden. Dus. Oei. Wil je nou iets zeggen of wat, hè? Hey, maar ik kan wel niet zo spelen als dat maar op 2 staat, hè. Ja, die net al geraakt, hè. Ja, maar mijn poort zit echt... Gewoon... Rampzalig ver. Ah, Masnada! Oh. Dat Masnada. Dat is Masnada, dat is die klimmer. Ja, joh. Ik zat met iets anders in mijn kop. Toen ze die een aanbolen om mij. Wist niet wie Fausto Masnada was?
Ja, nu wel terug, maar ik was in de war, denk ik. Ja, ik dacht dat dat Maskenada was van het liedje. Maskenada. Ja, nee, ik zat met een kassier en een ballerini. Ik zat met ballerini in mijn hoofd. Oei, nee, dat is een hele andere. Ja. Ben iets te koppig en ik haal trein boven. Nee. Zeg, joh, maar dat ga je zo uit. Mijn renders zien keihard af. Ja, wel die van mij ook. Maal vier, maar doe eens kalm. Allee. Heb jij volk op kop gezet, of wat? Wie? Ja. Ja, gelijk maar. Oei. Volgens mij ook niet de bedoeling. Hé, hey, maar wat is dit? Oh, wacht, dat... zeg. Oh, dat was... Oh. Dat is hier geen singleplayer, hè? Dat heb je gedaan. Ja, we zitten hier gewoon op maal 8 zo te spelen, man. Ja, daar gaan we. Je kunt dus geen reet doen, hè. The fuck. Oh, ik heb hetzelfde nou, show gisteren. Eindelijk gaan we beginnen, wat leuk dit. Ja. Ja, dat is vervelend, hè. Oh, het is nu gefixt. Ja. Ik ga eens anders proberen voor de klassementrit te reizen. Hoe bedoel je, een klassementrit? Het officiële klassement van Sign Knight. Oh, dat letter. Oh, ja, dat is ook puur bullshit. Allee, Carapaz gaat drank halen. Dat is dan met de database van Sign Knight. Ah, zo. Dat komt dan zo recht te staan in die multiplayer lobby's. Ah, bij die ladder dingen dan. Ja, dat is ladder. Ja, ik weet al niet, rechts is ladder toch? Dus. Oh, dat is. Allee, Karapaski, ga ik het drinken geven, joh. Landzak. En Daniel. En de Daniel of ook zo goed gezegd van dat, hoor. Of is Zera? Wat? Waarom worden dat dan. Nee, Tycho Zera, denk ik. Waarom worden uw renners in mensen met een bepaalde beperking als ze drinkbussen moeten gaan halen. Maar dat is echt, hè? Maar dat is echt. Maar oh, wanneer gaan we naar Maal 1 gaan? Ik moet dat wel weten, want... Allee, ja. Ik ga niet heel die rit zo kunnen rijden, ja. Moest waar trouwens direct op mijn gemak ben, voordat ik aan het talken moest gaan, Jeff. Wie dat? Hij noemde hem ook chef. En ik heb. Ja. Dat klinkt raar misschien, maar. Kijk, ja. Het is logisch, hè. Jeff is gewoon altijd goed. Hey, maar jij gaat toch altijd winnen met u. Als jij niet wint met u en Alaphilippe, dan heb je toch iets misdaan. Zo. Ja, wel. Doe ik wel vaker. En nu, wat gaat hij nu op kop gaan vlammen? Met al zijn renners? Wat fucking. Jumbo Visma. Maar pas op voor Wout, hè. Die bij Wout van Aert, hè. Wie? Ja, maar ja, Wout van Aert. Primoz Roglic is wel zijn kopman volgens mij, hè. Ah, deze tactiek werkt precies goed. Ja, oké, Gelle is het weggereden, oké. Omdat dat spel op. Ah, nee. We zijn er terug bij, omdat dat spel gewoon op times 8 staat, of times 4, weet ik veel. Hier ga ik nog met mij akkoord, Sam. Zijn zetters rustig. Oh, ja, maar... ja, dat zijn altijd die mensen die online spelen, die weten niet hoe snel je moet spelen.
traag en gestaag. Ja, maar hun willen plus 8. Ja, die denken dat dat singleplayer is, dan doen je dat ook, maar... Allee, tot de top, tot de top. Take it to the top. En eerste tijd, let's go. Kom aan. Van de hele, hele dinges, of alleen van je groep? Gewoon van mijn groep, hè. Dat was een goede tijd. Alles ging perfect. Ik heb precies... In de tweede plaats, hoeveel seconden? 7 seconden, dat is Frabel. Ja, ik weet dat zou verwachten. Die man tak of oei, die rust op 6 minuten. Er gaat een tram van 6 man. Valt er de... Oh, daar rijdt voor FTC nu. Attila. Ja, Attila valt daar rijdt voor FTC, ja. Godverdomme, dat hebben ze voor mij niet gezegd. Dat ding. Waar? Via manager voor onderstelling. Nou, let's go. Ik ben er overwinning op zak. Kun niet helpen. Was dat nu de eerste? Oké. Okay. Ah, dat klopt, de F3. Ik vind het zo'n gekke koers, joh. Het gaat zo... Ja, allee, ze zijn met ons, hè. Ja, ik ook, sorry. Jij ook? Allee, dan zet ik het op aan. Ja, ten Igor vroeg dat. Ik weet niet wie Igor is, maar... De grondstander Rus. Oh, nee. Pas op, Ivar is ook een Noor, man. Ja, ik weet het. Oeh, ah, Junik. Nou moeten we toch wel, ja. Nee, je gaat niet Riehoost. Oh, Igor vroeg het ook, ze. Ja, Igor, verstandige mens. Die hoesten van wat? Wat de fuck? Jeet. Ga op. Maar dat team attack eerst, hè. Dan trek ze gaan vreden, maar ze worden zwaar geblokt. Ik zit eigenlijk veel te ver, hè. Tweede rit, jongen, joh. Nou, ik heb de wisselrit gewoon. Stop met allemaal 8 nu, echt. Wat zit hier te doen dan? Allee, hoe kan ik nu ooit kijken naar mijn renners? Eigenlijk iemand een jongere trui hier. Kan na. De Lennart. Kijk nou, ik ga snel licht aan. Jean, dat ze niet hebben aangevallen toen ik er niet was. Oh, ze beginnen eigenlijk. Ik heb ook het gevoel.
beetje zo. Alaphilippe ziet af. Ja, niet alleen Alaphilippe, jong. Oh, dat is een nieuwe volger. Was hey. Gracias, Nacho. Gracias, por. Ja, spijtig genoeg heb ik dat maar één keer kunnen doen bij u, apjes. Anders kijk u opnieuw. Ik ben alleen van uw volgers. Ja, ik post het aanval, wat leuk. Oh, really? Ik laat Masnada drinkbussen halen, los daar. Ja. Dat had ik nou toch kunnen denken, hè. Ja, maar ik moet drinkbussen halen. Ja, ik moest er juist al gaan halen. Ja, maar dat vind ik wel straf dat we vriendin al in Polsburg woont, dat is toch kwijt niet wijs van zo? Wie? Ja, maar ik heb daarmee gestudeerd, hè. Dat dacht ik eigenlijk. Ik wou het vragen. Yes. Wie heb je gestudeerd? Met zijn vriendin. Met mijn vriendin, ja. Ja, met mijn vriendin. Hallo. Dus die is ook weer kracht. Binnenkort wel. Ah, die is nog niet afgestudeerd. Nee. Dank. I'm stupid. Zeg, hoe hard gaan die? Zo is die vet weer geloosd. Te hard? Ik zei niet mee. Die zit hier, die heeft muur van hoe je gewoon op te peren dat geen naam heeft. Is hij weg met zijn... Dit is weg. Is weg en hij met zijn Roglic. In welke groep zit jij, Lennart? Vijf. E5. Hè? Gas. Iedereen is rood. Buiten alles niet. Dat sukt. Gas, nee, kom nee. Kunnen die Mongolen niet gewoon even aan blijven haken? Oh, dit kost me zoveel energie. Oh, stop alsjeblieft. Oh, wat een kerspel. Dit is gewoon met Van Aert en Roglic weggereden. Kost een kerspel. Eindelijk. Okay. En gewoon blauw gespeeld, verspeeld voor niks. De Telegraaf nu. Onnodig energie voor niks verspild. Dat gaat maar echt duur komen te staan straks. Je wilt niet weten wat hier is dat. Wat spelen jullie? Nee, alleen wat zit hij dan nu? Maar wacht! Zeveraar! Ga nog in het peloton, Lennart? Nee, zeker. Ja, met Alaphilippe. Ah, enkel met hem nog? Ja. Zal ik kiek rijden voor u dan? Hallo, merci. Kom. Wat een bullshit. Echt, de bullshit blijven opstaan. Deze rit. Ja, we
moet die doen, hè? Ah, tuurlijk. Je hebt gelijk. Zes man trein. Ja, dat is slim. Oh. Dat is vriendelijk. Je wacht. Hoi, hoi. Ah, hoi, hoi. Goedenavond, beste vrienden. Hoe gaat het hier? Prima, ik had de race ook al heeft hij gewonnen. We zijn de raarste multiplayer game ooit aan het doen. Jij en? Chef. Ah, ik zou door. Alleen maar de Pitcock komt er gewoon niet uit! Wat dan die van Aard wint nog? Die Pitcock komt er niet uit. Mag ik meedoen? Mag ik meedoen? Ja, random keisjes. Mijn Pitcock zit nog bijna half vol gewoon en die komt er niet uit. Jij ja, toch, die gaat. Gewoon hier. Ik ga er een screen van pakken. Alaphilippe die was gewoon kapot. Maar mijne niet, mijn Pitcock. Fuck. 2-0 Vardy. Oei. Wout van Aert kan de laatste pijl vullen volgens World Database en PSM. Maar ik heb nog iets gevraagd in Beer Mansion. Ah, wacht. Ah. Putain, ik was nog veel te vol. Ik was nog veel te vol. Ja, ik word dood. Ik niet. Maar jij wordt net een hoop. Kijk, mijn vent blijft gewoon achter. Valter verkoop ik niet, Lenny. Oh, die past keigoed in mijn ploeg. Ah, die is veel te jong om te verkopen. Ja. Die is 20 jaar, dus ik ga die echt niet verkopen. Allee, 22, maar die is redelijk goed. Die is onhard kampioen, hij heeft 2 maal tijdrit en weg, dus ik ga die niet verkopen. Maar ik past keigoed in mijn ploeg. Voor Vlatter. Nee, Valter blijft. Voor Vlatter. Wie wilt je wel hebben, Lenny? Zet op, wat figuren zit dat dan nog? Ja, koning Zimmerman niet. Jonas Koch. Ja, die heb ik ook al zien staan. Serge Pauwels. Dan pakt dat gisteltrick af, klote. Ik ben wel benieuwd naar die veiling, wanneer en hoe. Ook. Mag wel eens gaan komen, jongen. Ja, Daniel, jij hebt AG de Zer. Ja. Ik wil Nasen. Nee, krijg je niet. Nee, ik wil hem ook niet krijgen, ik wil hem kopen. Echt ook niet. Nou, nee dan. Waarom? Dat wij niet iemand anders hebben. Ah ja, dat is jammer, hè. Voor jullie. Ja, klopt. Waar is Almeida gegaan? Die is naar Stijn gegaan voor 12 miljoen. Wat is Stijn allemaal aan het doen? Zijn ze ook nog? Ik heb wel veel geld voor de veiling, dat wel. Heel veel. Ik heb 60 miljoen. Ja, en als ik naar jou aankoop zie, dan heb je wel echt een flink goed team. Dat denk ik ook. Ik heb juist nog een kasseirenner en een sprinter nodig. Lennart. Ja? En nu gaan we Lombardije rijden. Zeg, jong. Wat doe je zo? Komt, doe je mee, Nicky? Goh, moet ik een database downloaden? Want mijn laptop is de World Day. Nee, het is World Day. Versie 0.16? Ja. 21. Ja, nee, huh? die heb ik niet. Ja, ik zou hem niet downloaden, ook kost te veel. Kost veel te veel. Dat kost. Ja, dat is echt dat is gratis, dat, hè? Dat, ja, ja, nee, dat is wel gratis. Gigabyte. Ik weet het wel. Maar Lombardij vind ik helemaal een kutkoers. Nu heb ik eigenlijk geen zin in. Ik doe het niet. Ga je niet meedoen? Ja, ik kan er wel gaan terug. Ah, ik ja, ga wel een keer met een team maken van BM Manager, dat pak ik. Carrière? Ja, dat heb ik daarnet gedaan. Ik kijk hoe dat eruit ziet. Allee, dan zal ik ook maar stoppen, hè. Ja, maar terug sprinten, hè. Ja, het was 2-1.
Maar welke workshops heb ik hier? Workshop content. Ja, die vraag. Nee, is het dat? Ook niet. Is het dat? Wat is de map van PCM? Ik heb je bij u gebruikt. Ja, maar welke map is dat in uw Steam? Daar had ik ook. Er staat een preview bij wel. Preview! Maar. Wat? Ja, wat nog jong? Vlees! Dank u. Dan. Wacht, wat. De map van PCM of de map van de database? De map van de workshop. Van BM Manager. Van BM Manager zelf, 22, 13, 11. Wacht. Ja, 22, 13, 11. 99, 41. Dat is de map. Maar ik vind het wel. Fucking hell, waar staat dat? Een map van PCM 20 is 1178. Wacht, hè. 1178400? Ja. Ja, en zeg nog een keer van BM Manager. 22, 13, ja. 11. 11, 99. Ja. Ja, oké, ideaal. Ik dank u. Graag gedaan, Jan. Oei! Arsenal huurling filmt masturberende ploeggenoot en krijgt 1 maand schorsing. Ja, en dat was nu Saliba. Sorry, chef. Hier, ik pak Benji naast, dan ga ik sowieso verliezen. Dan pak ik Benji om. Dan ga ik sowieso winnen. Wacht, ik join straks wel. Nee, het is sprint. Ja, je mag het. Allee, ik wil straks ook iets anders erdoor doen, hè. Ja. Ik wil maar hebben dat ik deze niet kan showen. Nee, maar als toch bijzig, hè. Toch bijzig? Ik mag ook iets van boven staan. Maar dat klopt niet, hè. Til niet eraf, is mooi. Dat klopt niet, die map, want Barkil zit nog bij Arki. Ja, maar het is nog niet geüpdate, hè. Want gelijk Pino en zo zat. Ja, nee, die database is nog niet geüpdate aan de huidige leiding. Ja, maar ik heb een workshop van BM Manager ook, maar ik wil gewoon weten. Zo. Welke workshop dat was? Oh, ik ga ze gewoon allemaal een keer afgaan. Oh, er staan er mannen preview bij tegenwoordig. Hè? Hoop, die is toch niet. Dat is heel vroeg, ik weet het. Last name. Nee, die is ook niet, want ik had zij aangepakt. Dat is wel makkelijk. Die is ook niet. Ja, hij ging niet op boven, ik kon het niet blokken. Die is ook niet. Godverdomme, waar zit die op? Let's go! 2-2. Benji Nelson heeft ook eens gewonnen. Ja. Ik ook al de Benji. Echt? Ja. Benji is gewoon de man. Team Afrika? Nee, dat is niet. Wat gaat de Schlek doen? Toernooi de Schlek, ga eens kijken. De Lennart heeft een toernooi gecreëerd. Yes. Oh, dat komt er ook eens een keer op bij u. Sorry. Ja. Oeh, Daniel Martin gaat nog terugkomen, denk ik. Dat is goed. Dat is toch niet. Allee, maar wat een fucking kutmap is dat dan? Maar kunt je bij Fast Editor dat niet openen? Als je bij openen drukt?
Gaat hier naar Ninos? Ik weet niet welke dingen dat is, ik weet niet welke map dat is. Maar gaat hier naar Ninos een laatste map? Ik ga een Appius pakken. Kan niet anders, hè. Appius kan enkel rood, hè. Dus ja. Maar allee, what the fuck, man. Wat is dat? Ik ga dat hier gewoon een keer heel slim oplossen en die workshop opnieuw downloaden. Dan weet ik het. En nog 14 kilometer voordat Alp de West begint. Oh ja, je bent daar al. Ja, we moeten nog de Telegraaf beginnen. Ja. Hoezo, jij rijdt door met Ventje? Oh, dat was bij mij niet. Wow. Ah, ja. Zo, die manager is aan het aanhouden, maar wel, welke map is dat? Want ik zie hier allemaal maps, laatst gewijzigd op 14 december 2020, maar dat klopt gelijk niet. Anders, wilt jij het een keer doen voor mij, Lenny? Nee, zeker. Ja. Geef ons gewoon nog heel even. Ah ja, ja, Nicky, jij idioot. Oké, okay, ja, het is oké. Wat was het? Ik zat in een D-map te kijken in plaats van in een C-map. Ja, Nicky, jij idioot. Ja, dankjewel. Ja, oké. Hoppakee, 3 op een rij, let's go. Dan zei het inderdaad, een, ja. De pannenkoek? Ja, onder meer. En dan krijg je de B-manager zelfs niet meer instap. Godverdomme. Wauw. Nu moet ik terug opnieuw zo. Maar moet opnieuw opnieuw. Spelen. Ai! Dat gaat een ding zijn, hè. Nee, het is een ding niet. Of is het hem wel? Ja, ik denk dat het wel is. Ja. Is stem? Nee, het is hem niet. Scheidse poeperaai. Ah, ja. Fabian Cancellara. Let's go. Easy. Koning Fabian. Wart jij meer Fabian van dan Tom van? Ik, tuurlijk. Is het echt? Wow, ik vond het een wel leuke rijden, man. Het waren allebei leuke renners, laten we daarop houden. Tom. Dat is zo'n figuur op een stane. Schandaal. He? Tom van Mol. Nee, man. Maar Cancellara was gewoon leuker omdat hij durfde aan te vallen. In vlakke ritten en zo ook. Like die rit op gewoon in de Tour was dat echt wel zalig. Het is ook meer dat Cancellara ook veel meer puncher en tijdrijder was. Een bonen meer bij ja. Vrokken zei en dan ook wel wat sprinten, maar... Cancellara was een heel... Altijd houden, Cancellara was een van de meest complete renners. Ja, dat... Van aard van zijn tijd, hè? Ja, zoiets. Alleen iets minder in sprinten, maar hij was een aardig sprinter. Op zich, dat moet je niet onderschatten. Hij kon aardig sprinten. Andere tijd gewonnen. Ja, het is gelukt. Zolang dat je niks tegenkomt, dat is toch goed voor mij. Het is gelukt. Maar welke wel... officiële reis moet ik nu plannen? BU of 2020? Dat weet ik nog niet. Oei. Ik had BU gepakt en dat was het meest correcte van mij. Ik bos er nog wel met twee baan. Allee, wat zou ik het niet aan het toetsen, jongen? Nee, BU en 2020. Is die goed? Ja, ah nee, officieel release gewoon. Ja, dat weet ik, maar jij deed met BU en jij deed met 20. Zit hem daar tegen mijn wiel te rijden? Oh, nee, allemaal om top, man. We gaan het een keer zien, hè.
Ho. Ik rij ook gewoon niet goed. Dus ik doe echt stom fouten. Dus. Maar dat niet slecht bedoeld is, hè? Last name Sivakov zit bij CCC. Je mag zeggen wat dat je wilt, Jan. Ik zie wat ik zie. Ja, dat is waar. Dan hebben we Thibault Pinot zit ook bij CCC. Spijtig, ja, genoeg ergens. Sorry. Ik vind dat niet spijtig, man. Ja. Dan. Ik heb er spijt fucking van. Fucking Denley. Luis Leon Sanchez zit ook bij CCC. Wacht nog 3 kilometer bij Daniel, ik ga snel zien wie er wint. Oh, Grandpa. Luis Leon Sanchez zit ook bij CCC. Dan, wie hebben we nog bij CCC? Oei, Carapaz is dood. Oscar Sevilla. Oh, ook zo'n topper, hè. Ja, ik ben dood. Fuck sake. Oscar Sevilla. Elo Sigi zit ook bij CCC. Jongen, talentjes al, hè. Kut, sorry. Ach, word ik geblokt. Dode vent. Denk je dit? Voor Dennis en Mikkels, hoor. Hamburg 208, de laatste. 1 minuut 20 achter in het klassement. Ja, ik ben starten. Ja. Ik heb dit. Daniel was net de rap dood. Narvaez zit ook bij CCC. Fucking kutsnel. Stop ermee, jong. Het is niet waar. Wat een top-equipe heb ik eigenlijk, als ik het zo bekijk. Mollema. Ook. Hoi, een cyanide truitje. Ja. Dan. Dat is voor mijn Argentijn. Alfred Jodokus-Krakkok. Zit er ook in. Ja. Alfred Wright. Alexi Brunel ook. Oh, ik dacht dat hij bij de Lennart zat. Nee, niet meer. Wie? Ja, die is er net overgegaan. Die is er net overgegaan. En Jean Poussin ook. Ook laten gaan. Ik heb het losgelaten. Ik hoor dat ik een zaak voor die Jean Poussin ook gewoon wil. Ja, ik niet, maar. Zit nu bij de koning. Ja, zo goed nu. Is hij in uw ordening, hè? Jawel. Jawel. Oh la 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 la. Barta zit ook bij u, hè? Wie? Barta. Jozef? Ja, Jan Barta. Amerikaan? De Tsjech. Nee. Nee, William. William Barta. William. Huh? Jan Barta is, die is alweer afgevaard. Matteo Trentin zit ook bij u. Ah, Trentin zou ik wel hebben. Dat is een van mijn favoriete renners. Van beter. Maat. Ik had beter in gehouden, Trentin, man. Als superkracht voor vanavond, man. Hey, Lennart, wanneer gaat er nog eens winnen? Bank Kugel, 20 miljoen, dat was ook wel een koopje van jullie, zo. Daar heb ik wel een goede transfer meegenomen met Bank Kugel, ook al. En Maretschko voor 9 miljoen, what the fuck. Kutmotor, ga nou eens uit de weg. Yes. Van Habermas, met pijn in het hart, maar hij moet weg. Ja, het doet pijn, hè. Kom aan, apjes. Ik wil Koen kopen voor 30, 35 miljoen. Dadelijk heeft Lenny niemand meer over. Ja, ik zie dat nog gebeuren. Maar ik koop gewoon Tom Boonen ofzo. Ja, ik ben benieuwd welke renners er gaan inzetten. Of Andrea Tafi. Save dat dan iets. Je kunt vragen wat je wilt, maar Koen gaat niet meer weg. Maar wat gaat het daarmee doen met Koen? Dat vraagt me eigenlijk ook af, maar het lukt. Moet hem jij ook zijn. Hm? Er gaat wel een topper in de veiling zijn. En anders ben ik gejost dat ik geen kasseiden heb. Met je van de pool. Die 6 ritten die op kassein zijn.
Die rijdt toch voor dingen? Voor Stig, echt. UAE? One of race. Oh nee, ik wou even dat hij juist is. Be manager. Ik heb nog wel een beetje in de kiepsen. Ik heb nog wel een beetje in de kiepsen. Koning George Zimmerman. Ah! Jawel. Kom op. Let's go. Oh fuck, ik kon je net niet opvangen. Ik dacht echt, ik ga gewoon hier in deze baan blijven. Goed! Boah, ja, op zich is het wel een goede koep, een goede ploeg, denk ik dan. Mijn team is het slechtste, denk ik. Wees uw spurter. Ik heb geen sprinter, maar ik wacht, hè. Ah, gaat hij nog kopen? Jazeker. Maretschko. Nee, die is weg, hè. Redelijk simpel ook weer. Ja, ik ga eerst naar het toilet. Doe maar jong. Doe maar jong. Wie is je kopman, Appie Spelman? Nee, Kruiswijk. Of Kruiswijk, ja. Ik ga gewoon voor de berg en de sprintpunten. Zo, mijn equipe is er. Hoeveel renners heb ik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 29. Ach, nog goed voor 3. Maar hoe weet je wie er in die veiling gaat zitten? Want dat kunnen niet weten. Dat weet ik niet. Zijn dat niet, zijn dat regent? Denk het niet. Voilà, dat is mijn equipe. Zijn we daar tevreden mee? Ja, zeker. Qua klimmen is het oké. De rest moet nog. Wanneer begint de biomanager carrière? Heel kort. Hele goede vraag. Ja, eerst nog die veiling, hè, dat, volgens mij kan het daar dan wel beginnen. Voilà, zeg. Patrick Bevan met zijn 80 tijdrijden. Oh, oh, oh. Hoe heeft die 80 tijdrijden? Dat is ook een toptijdrijder. Yep. Oh, pas op voor die rots, Appius. Hé, hey, wat is er? Uw ventje is onthoofd. Mijn kopman op de kassein is voorlopig Guillaume van Kersbulk. Oei. Ja, ja, ja. Hoeveel heeft hij? 74? 73, uiteraard. Wil je daarom naast kopen? Ja, ik heb mijn kassein en mijn botjes. Greg van Avermaat. Ja, ik zou Greg... 35 best, miljoen. Best terug willen, mama. 35 miljoen net van u. Ah, fuck jou, ik bos, je bent met één iemand heen gaan. Hopla! Attack de Appius! Blok. Ik had eigenlijk iemand mee moeten krijgen. Ja, ik denk niet dat dat zo verstandig is, maar... Wow, mijn leider heeft nog gewoon zijn energie, dus ja. Ik wilde zelf ook iets proberen. Ja, ja, maar... Ligt eraan, ik denk dat de vrouw hem wel gewoon terug zou pezen. Ik had gehoopt dat ze misschien naar elkaar zouden kijken. Ik denk dat je ventjes zo een beetje doodmaakt, maar... Wow, het is niet het belangrijkste om die zo lang toch te hebben.
heb ik wel, kijk, je hebt toch wel met een voorsprong aan de, op de west beginnen. Dat is waar. En die, er wordt nu toch wel gewoon versloten. Ik heb nu toch gewoon een half minuut. Als ik hier op de west zou gaan beginnen. Staan er veel Nederlanders aan de kant? ik heb geen publiek en alles aan. Dus. Ai. Ja. Ja. Start op. Oké, ik heb toch 40 seconden om. Zeg het eens, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Nog een spurt. Oh, een spurt. Oh, ik heb echt al te lang geen 200 TT meer gedaan. Oh, dat is ook goed. Cool. Ja, maar ja, dat is een beetje. Gaan zitten jullie lekker op banen te doen? Ik zit echt af te vragen: zou ik voor Gaviria nog een bot geven of niet? Hij doet het toch niet, hij heeft ons negeerd voor een Gaviria. Ja, hij is toch klaar. Ja, maar hij had mijn bot van 28 miljoen geaanvaard, want ik heb hem weggegaan. Weer rommel? Ja, dat is hier weer een rij. Ik vind nog veel te veel geld voor Gaviria. Ja. Ja, niks ons was het ideaal geweest. Maar ik weet ook niet welke sprint. Ik zou beter een keer met die veiling afkomen. Je moet gewoon Wout van Aert hebben, joh. Die kan spurten, die kan alles, dus. Ja. Ja, nou, die kan nog niet klimmen in deze database. Ja, deze was nog voor. Ja, maar wie heeft Jumbo Visma dan? Ruben en Twan. Oh. Dan Ruben. Stomme, wat een lijk. Gaan we het nu maken? 200 TT? Of? Je mag het zelf kiezen. Alex. Oei, en dan gaat de Fransman nog leiden. Oei, en dan komt de Vloxing erbij. Eigen tempo blijven, kom op. Wij zoeken de schatkist. We gaan toch een beetje doorhalen. De schat. Oh, wat is een tijd, jongens. De tijd. Linksboven of rechtsonder. Hola, apjes. Heb je het goed op orde? Wij ja, nog steeds in de aanval. Een schat. Oh, wel, ik kan hem. Oei. Ronnie, die is nou ook niet zo goed bezig. Stond shot voor 4 en voor en verkakken tot 4-4. Oei, Ronnie, dat is niet goed, nee. Ja, die stond echt goed te spelen. Redelijk veel centuries, maar. Ja, van 4-1 naar 4-4. Zonder. Ja. Oei. Hallo. Dat is de discobar bot. Die staat er niet. Die is kapot. De bot. Is kapot. Allee. Kapot bot. Oh mijn god. Dat is echt kapot gewoon. Zit die waarschijnlijk gewoon gemute? Nee? Ja, ik heb die ook gemute. Oh, de Fransman met een manoeuvre. Sivakov is wel mijn beste transfer. Je mocht starten van mij, Lennart. Ja, maar... Voor hoeveel ik Sivakov weer een code kan geven. 100 miljoen. In plaats van Masnada en 4 miljoen. Oh, wat een koopje. Dat is niet veel geld. Nou gaan we. Laatste kilometer in. Opjes gaat er vandoor. Gaat 99 richting de finishlijn. Ja, hij gaat het pakken. Waarom heb jij zo makkelijk gegroept en ik niet? Ja, ik heb echt... Hoppakee, tweede winst. Met 25 seconden op zijn minst. Easy for obvious. Lekker. Ja, gewoon die aanval was perfect. En dat kleine hupje in de afdaling ging weg. En dan heb ik gewoon een klim. Heeft het mijn eigen tempo gereden. Ja, ik heb wel makkelijk... Op de Alpe d'Huez, alleen. Alleen op de Alpe d'Huez. Ja, met een helper, hè. Met een helper, natuurlijk. Dat kan ik niet met mijn groep. Alleen de Alpe d'Huez. Je bent toch wel bezig, Lennart? Ja. Ah.
De eerste film dat ik in de cinema ooit gezien heb. Welke? De kabouterschat van Kabouterpop. Echt waar? Dat weet hem nog, dat was een schone moment in de leven. En de eerste film in de bios was Het Huis van Anubis. Oei, zeg je zo wel, jongen? Maar ja. Zijn jij op je spatieballen kan trammen? Ja. Wat? Ik zit nog op 400 meter. Oei, 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 oei. Ja, dat was om een tijd, ja. Ja, dat was. Oh, super slecht. Ik wist niet wat dat was, de film. Ik dacht dat dat een soort musical ging zijn of zo. Oei, oei, oei. Ik sproei. Wauw, wat een kutheid, man. Dat kan echt niet. Ik moet echt terug beginnen oefenen. Chef, mag ik u één iets zeggen? Ja. Je bent Duts. Ik weet het. Alsjeblieft. Het is maar even melden. Fuck, man. Al een absolute bruutstijd. Chance dat ook voor de Lennart. Man, dat is slecht gezongen. Ja, tuurlijk. Wel leuk. Kwaliteit. We nemen 23 seconden mee in het klassement. We hebben 35 seconden voorsprong op nummer 2. 1 minuut 12 op nummer 3. Maar ik moet echt dringend beginnen oefenen. Ik probeer gewoon alleen maar voor de berg en puntenklassement te gaan. En ik zal nog smeren. Wat ik al gehad? Wat ik al eens gehad? Zijn een beetje. Go times 8, zegt hem. Wie? Nou, ook over, ja. Wie? Wie, chef? Hè? Jij hebt toch nog gezegd? Ja, maar dat komt omdat de etappe al afgelopen was. En dan gewoon doorscrollen, zo snel. Zeven anjer, zeven rozen. Ik ga jullie een keer de top laten opleggen. Ja, maar dat is echt. Het werkt niet vandaag een bot. Proberen met mijn kar pas als eerste boven te komen. Jongen, jongen, jongen. Als mijn tijd nu nog sukt, dan. Dan weet je het ook niet. Nee. Volgens mij was het eigenlijk door de host dat mijn tijd slecht was. Ja. Op 10. Wacht, er gaat zonder. Oh, heeft niet zo'n 82 klimmen mee. Oké, dus. Wie? De Black Widow of zo. Oei, bot is een dus. Ja, de bot is echt slecht bezig. Hoe krijg je die bot er weer in? Nee, niet dus. Ja, die komt nog wel zo. Maar dat kan toch niet? Wat? Hey, mijn tijden, why the fuck is dat? Ik begin hier een beetje depressief te worden. Van de straat. Daar is. Is dat de bot weer gejoined? Daar woonde Anja. Onze tijden sukken, Leonard. Ja. Wat?
Een week geleden op een feest. Waar ik even ben geweest. Want die pot is echt een dut. Ja, de pot is kapot. Bot verdient een klets op zijn poep. Ja, Nick Sinner of André Rublev morgen. Weet er iemand het? Ik weet het niet. Goed, het is lastig. Sinner. Ze zijn allebei gewoon echt goed bezig. Rublev won van Nadal. Ja, Rublev was goed. En Rublev was echt goed tegen Nadal. Wat dan tegen Tsitsipas pas in de finale als die zo ligt. Maar Sinner is ook veel. Het zijn echt twee goede jonge talenten. Sinner is echt onderschat ook. Ik weet het echt niet. Ik zou een drie-setter kunnen worden, dat dan weer wel. En ze hebben geld op aan het tien zetten, ze. Ik ben aan het denken. Dat Tsitsipas tegen Félix Auger. Maar Auger is ook niet zo goed, maar Tsitsipas. Ik weet het niet. Ze hebben nog nooit een credit tegen Paas gehad. Ah, die Félix ligt er wel af, zeker. Of misschien wel gewoon. Oh, die vent is gedisconnect. Zeg een keer, rapjes. Félix Auger Aliassime of Stefanos Tsitsipas? Tsitsipas. Ja, Tsitsipas. Is Tsitsipas wel echt niet slecht spelen? Een Berl is PCM Cycling Manager aan het spelen, maar die moet toch niet vandaag? Nee. Oh, jongen, vrouw, wat doe je? Die heb je twee pauze. Ik ben dom, Ik ben dom. De wereld ligt daar. Stefanos Tsitsipas, ja, die kan ik wel nemen. Ja, het is gevaarlijk. C'est dangereux. C'est vraiment très dangereux. Rublev staat hoger dan Sinner, dat snap ik echt niet. Op een feest waar ik eerder ben geweest. Daar kan ze van. Maar dat kan toch niet meer? Nee, dat is voorbij. Ah, maar Lennart, we zijn met 888 stand aan het spelen, losers, zo we zijn. Zeker. Wat voor zelf. Oh my god. Jeffy in actie. Ah, hey, tuurlijk. En ik zie er altijd 10-300 te rijden. Ik dacht al, maar dat kan toch niet? Ah, PCM 2K is toch met 888? Nee, dat kan niet. Met 10-10-10, jongen. Oh. Echt? Amai, en ik had er al drie verschillende tactieken zitten gebruiken en ik raak hem al niet korter. Arme Jeff. Arme Jeff. Pak maar eens een. Pak eens een 10-10. Is dat een 10-10-10 nu? Ja, dat stond er toch bij, hè? Alleen ja. 200 TT, maar. Ja, maar hij heeft een 10-10-10 gebruikt, ja. Dat was 200 TT van NCL. Ah, toch, oké. Fuck god. Kan soms uit zijn, want ik zag hem niet meer staan. Amai, Lennart, ik was toch al aan het denken dat dat toch niet meer kon. Ligt dat echt daar al op, hè? Tuurlijk! En ja. Geen gewone ruis. Maar in elk geval, ik had toch wel drie keer gewonnen. Dat is ook al iets. Ah, jongen! Zeik en jij! Hè? Oh, hij ligt ver achter. Door de dead AI. Oh. Een arme paljas. Voor haar. Oeh, nou, nu zit ik weer op de missen. Wacht. Een echte debiel.
LOL. Ja. Nou, het is wel nog altijd een hele slechte tijd, fuck. Nou, ik wist het zo. Nou, zie dus. Zie dus, Leonard. Ja, dat is ook in een toptijd, hè. Nee, maar... Dat is een gemiddelde tijd. Groep 12 sprint. Ja, dat is niet zo. Nee. Hier ze! Hoppa, dan met slachter in de aanval. Ja, maar... Wat een balkje mee zegt dat hij in de aanval zit. Ik heb geen TT, maar daarna... Dan houden ze impossible. Dat stoppen we, joh. Dan gaan we tv zien. Branca. Ik heb op tv dan. Kalma, man. Ah, onze imposter gaat het idee, hè? Nee, ik wou eigenlijk zeggen nog 1 of 200 TT en dan gaan we eens Keren doen of zo. Ah, dat is ook goed. Maar ja, Keren met 2, dat is. Dat is niet moeilijk. Dat is kut, omdat het AI is. Nu moet ik echt een lage 100 hebben, want anders ga ik het lekker boos worden. Oh. Oh. Daar is de Corwin en de Tycho. Ja, het gaat goed bij mij. Appius heeft 2 keer gewonnen al. Ja, de eerste 2 ritten beide gewonnen. Lekker hoor, Appius. Ja, in mijn groep. Ja, ja, dat vragen we al. Mijn groep is echt niet te lastig. Bij welke ploeg zit jij eigenlijk nu op, dus? Team Nederland. Ja, ik ben in Nederland. Buddy mee. Oh, dat is jammer dat je niet naar Team Kaksom komt. Wat willen jullie hem hebben dan? Appjes kunnen we altijd gebruiken. Hè. Maar iedereen wil appjes. Team België wou zelfs appjes. Omdat ze geen goede roadspelers hebben, zeker. Ah, dat heb jij gezegd. Wow, wij hebben wel, bij Kaksel hebben we wel NVDB die zo. En ja. En Evert is ook goed. Evert heb ik eigenlijk nooit een groot zien spelen. Ja, oh, en dan is hij een tijd. Volgens mij is dat geen goede tijd. Niet goed genoeg. Oh, te laat naar beneden. Te laat naar beneden. Tien. Te laat naar beneden, zeg het. Kom, we stoppen ermee. Godverdomme. Goed terug bij ik offline gaan. Offline held. Ja, maar... 200 TT, kun je perfect daar oefenen. Salina. Zijn ze Ambras aan het maken, appjes bij u? Ze waren altijd Ambras. Ik had gisteren ook Ambras. Kijk, iemand crashte, maar als we ook nog een keer op pauze zouden drukken, zouden we gegarandeerd crashen. Dus, daarom zei ik geen crash, maar niemand doet wat. En wat gaat die vrouw doen? Gaat die aanvallen. Ik had gisteren een leuke discussie. Ja. Met die Gabi, hè? Ja. Ja. Met Davy. Die stokbrood zat te zagen, zeg ik. Ja, je mocht Keren opzetten als je wilt, dat is goed voor mij. Ja, met stokbrood. Database? Ja, 888 terug, hè. Stokbrood die zagen en niet met mij zijn. Waarom stokbroden? Dat zijn ook maar mensen. Nee, het zijn stokbroden, jongen. Ga ik nu niet croissants? Ik moet weer wat sets aanpassen. Ik kut bro, dat is een kut sets. Oei, oei. Ja, het zijn echt kut sets. Niet Mauri van Zevenhand, hè. Lennart was net heel blij. Oh. Nee, je moet even Kampenaars gaan downgraden, want die heeft blijkbaar 80 tijden rijden. Ja, dat is ook logisch. Je zou het hier wel moeten upgraden naar 75 kassetten.
Die man heeft eindelijk gevonden dat hij kan zijn. Wie? Kampenaars. Oké. Ze zijn aan het bras aan het maken. En ook in het Discord. Wie? Welke groep zit Apjes? Ah, groep J. Jee. Dan gaan we eens snel naar dat gaan kijken. We zijn altijd in voor een beetje drama. Wie maakt de ruzie dan? Vrabo met flow. Thanks. En die is niet go with the flow. Die is niet. Ja, er komt iemand. Ja, nee, wat denk je dat er mensen keihard niet aan het spelen nu? Nee. Heb je er een code op staan? Nee. Wat is die Jezus? Ben je aan het doen zo? Groebler of Sinner, ik weet het niet, joh. Dat is echt... een grote drama. Yo. Het is wat bal toch in. Ah, maar die gaat altijd te pas en te onpas weg. Maar ik zie twee minuten net dat ding nodig voor te kunnen joinen. Joinen. Ja, nee, niks aan de hand houden. Huh? Oh, de Will Tyler is hier aan het doortrekken, joh. Easy for me. Ik heb heel PCM gespeeld. Ik ga stoppen. Dat is goed. Ja, als je vijfde wordt tegen Easy AI, dan... Je zit ook goed in deze wiel, hè. Ja, dat was goed. Oké, Simmer gaat winnen. Nee, Simmer gaat niet winnen. Alhoewel, ik weet het echt niet, man. Ik wil... Maar zeg dan gewoon dat er niemand van de twee wint. Ik wil gewoon iemand op set winst zetten, maar ik vrees dan dat dat zo'n match gaat zijn dat dan 2-0 gaat eindigen voor die ander. Dat is het grote probleem. Dat is het grote probleem. En hier de Krajinovic tegen Berrettini, dat is ook zo'n schijnmatch. Berrettini is goed, maar het is in Servië. Wat doe ik dan, hè? Ja, dat is ook altijd pijn. Ja, maar dat boeit dat een Servië is, omdat Krajinovic een Servië is. Ah. Dat je gehoord in. Ja. Ook in het tennis. Ja, dat doet wel iets met het moraal natuurlijk. Hè. De Sinner heeft zijn laatste matchen op gravel verloren tegen Djokovic, Nadal en Dimitrov. Ja, dat zijn natuurlijk wel toppers, hè. En Rublev twee keer tegen Tsitsipas. En dan tegen Hurkacz, maar heeft wel gewoon tegen Nadal. Ja. Scheid hoe blijf, jong. Echt. Kut. Ja, dat zien, ik ga die opzet winsten. Ik ga verliezen met winnen. Weet je niet dat Dindy zo goed was en rood eigenlijk? Nu zijn Jan-Mieke ook nog maar één man over. Wie is de andere muziekbot? Steven. Ik ga ervan blijven, ik ga wel op Tsitsipas pas voelen. Ah, die gaat ook verder. Als die verliest, hij gaat die echt een nekslag geven. Een dood fucking hell. Pas gaan we niet verliezen tegen fucking Felix zo snel. Kan echt niet. Zo. Nee, weer dezelfde bullshit hier in dit spel. Zit ik er gewoon aan?
Stop! Kom op! Doe nou even wat ik een keer wil! Het is toch helemaal niet raar geworden, wat? Sorry, jongen. Die boos ik nou. Ja, dat is zeker waar. Zeepunt. Blok, 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 zegt El Colombiano. Ja, ik weet ook niet waarom. Hij werd één keer geblokt, maar hij bleef dat er aan. Daar is de boot. Geen de boot. Nee, hij is weg, denk ik. Oh, hij is weg, ja, dat kan ook. Nee, dat was Korean. Of wie zijn aan het sluiten, joh? Nu loopt er toch niemand op straat. Doe preach. Helaas, helaas. Hoe is het met uw vlam? Oh man, ik heb vrijdag iets redelijk ergs gedaan. Nou, welke? Ik heb de vrijdagmiddag een date gehad met iemand en de vrijdagavond was ik bij iemand anders. Ja? Ja, ja, ja. Ik kan die eerste date nog niet regelen. Oh, en? Maar s'avonds was niet echt een date. Allee, ja, s'avonds was, ja, je weet wel. Ik ben daar blijven slapen, dus ik moet er ook geen tegen bij maken. Ja, je bent daar gewoon blijven slapen omdat je niet meer terugkomt op tijd. Ja, 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 uiteraard. Er is daar zeker niks gebeurd, zeker niet. Ah, nee. Zo ben je toch niet? Nee, ik zou niet durven. Maar ik had er wel spijt van, want het was niet zo mijn ding. En het was ook niet zo goed. Zij of jij? Ja, zeg jong. Zij, uiteraard. Op bot werkt het. Maar waar vind jij die altijd? Ja, Tinder. Tinder, hè. Waar anders? Jongen, ik heb dat. En... Dat was echt niet, hè. Zou ik naar zo'n lolijke mens dan? Of, Ja, als je trekt op je profielfoto weer, dan moet ik toch wel ja zeggen. Chefke. Nee, mopje. De profielfoto ben ik effectief niet, hè? Nee, dat weet ik. Daarom dat ik dat kon zeggen, hè. Ja. Vrouwen is het, je moet gewoon goed zijn met woorden, man. Ja, maar ik krijg de matches zelfs nog niet, dus. Maar, ja. Ja, ik wel, maar ik match ook veel te veel lelijke wichtnoksen. Ja, maar die van vrijdag, wat was die dan? Ik match de lelijke wichten. Ja, die date was goed, hè, vrijdagmiddag. Maar ja, dan had ik sowieso ook al... Well, het probleem was, ik had daar vorige week mee afgesproken, maar ik had die dan niet meer gehoord. Dus ik had dan voor s'avonds al iets anders geregeld, uiteraard. Maar dan stuurde die bericht dat ze toch wel afspreken. Dus ik had dan helemaal maar twee dates gehad. En dat scoort bij u allemaal, of niet? Zij is naar mij gekomen s'middags en ik ben naar... die andere gegaan. Ja. Maar jij woont bij je ouders nog? Yep. Dus ja, dat was wel nodig. Hè. Ja, ja, maar als die dan naar u komt, dat is toch. Ja, waar is dat dan? Maar wij zijn gewoon gewoon, ik woon aan de zee, dus dat is altijd een mooie. En de camper, dat is niet mooi op avondwandeling. Oh ja. Ja, je moet eerst iemand hebben voor mee te kunnen beginnen praten. Maar zet dan eens op mannen en vrouwen, Lennart. Misschien is dat beter. Wat zie je zo? Ik moet geen man hebben. Ah. Huh? Allee ja. Ik val op vrouwen voornamelijk dus. Ah, oké. Dat wist ik niet. Oei. Ze wist het niet. Ja, ik dacht dat dat gelijk was. Ik dacht ook dat je eerder op mannen viel dan. Nee, totaal niet. Als ik echt eerlijk ben, val ik eigenlijk soms al één op vrouwen. Waarom zei dat dan dinges? Dat je zegt dat je bent? Ik kan niet meer op de naam komen. Bi. Ja, aseksueel. Ja, dat. Ik beschrijf dat altijd als bi-schierig bij mij. Aseksueel. Van ook. Ja, dat is ook een optie. Nee. Ja, we moeten dat uitleggen. Ja, ik weet het niet. Daarom vraag ik dat nu, hè. Ik weet dat toch niet. Van allemaal in deze wereld. Puur voor de lusten kan ik wel iets doen met een man, maar ik vraag eigenlijk op vrouwen. Nou, oké. Okay. Dat zou ik dus... Weet je wat ik bedoel?
Ja, maar ik zou het persoonlijk niet doen. Ik zou het raar vinden. Ja. Dat ik het zelf zou doen. Ja. Snap ik. Ja, als jij... Allee, ja, ieder zijn dingen, hè. Ieder zijn fetish, hè. Als je door Belkante komt, ja, ik zou in uw plaats, ja. Ik zeg je. En bedankt. Ik ben sowieso het algemeen klassement niet. Ja, joh. Maar kan de Nicky er geen doorsturen naar u? Ik kan dat, maar wil ik dat? Nee. Meestal moet je ook een beetje geluk hebben met de plaats waar je zit. Ja, je komt hier wat weg te tegen. Zo. Nee. Je komt overal weg tegen. Nee, moet. Nee, bedankt. Geen super like. Stefanos Tsitsipas tegen Felix Ogealisim. Zijn er nu aan het... Je moet gewoon iedereen naar rechts doen, hè, joh. Ja, dat doe ik ook. Denk jij dat er een match oplevert? Man, niet. Ja. Wacht, ik ga een keer mijn scherm delen. Kun je het in daar open doen op uw... Nee. Ja, dat gaat. Op uw laptop. Ik heb al gezien op Twitch. Op Twitch heb ik al gezien. Oei, e-mailadres, maar ik werk zonder e-mailadres, maar bon, ja. Ja, we proberen nu. Ja, nee, oké. Okay. Weet je wat we eigenlijk het ergste doen? Ze met een beste maat en een andere goede maat van mij, die hebben al twee nu hun huidige vriendin Max, daar gevonden, hè. Ik ga iets proberen. Jo. Ik ga iets proberen. Spannend, ja. Dag, Nicky. Nou. Oei, dat ging niet goed? Nope. Goal de Barcelona, goal de Messi. Ha. Welkom terug, Nicky. Ja, dank u. Ah, kan ik mijn scherm delen? Wacht, hè. Oei, je geluid is gelijk. Is dat een GSM of wat? Ja, ja. Dat hoor je toch, het verschil. Oh, ja, daarom. Je deelt je scherm. Je deelt je scherm, inderdaad. Kaak! Je hebt 76 pings, denk ik. Kun je mijn scherm zien? Ja. Nee, we zien enkel je deelt je scherm. Ah ja, maar ja, als het... Ah ja, ja. Ja? Ja. 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 We gaan eens zoeken, hè. Oh, aan mij. Die is op. Die mag langs komen. Die ook. Je mag allemaal langskomen van Lenny. Iedereen is uitgenodigd. Oh! Amai, dat gaat rap uit. Oh, waarom? Je pakt er een hoop bij. Maar je ziet dat de Nicky dat hij. Nee. Oh joh, nee. Dat gaat. Oh, je gaat te snel. Ja, oh joh. Maar jij liked niemand, jij? Nee, die is niks. Ja, die wel. Ja. Voilà. Ja. Nee. Nee. Maar joh, wel joh. Nee, het paard is altijd nodig. Ja, een paard is scherp niet. Nee. Zo heb je ook Nederlandse ertussen staan. Ja. Dat die aan de zee zijn geweest, zeker? Ja, die is wel prima. Nee, die is de Joop. Oh! Kijk eens, dat voel je niet. Nee, die is de Joop. Nee. Oh, die is wel prima. Maar jij gaat erop, joh. Jij bent echt... Ik zou wel naar rechts hebben gedaan. Nee. Of nee. Je niet met de koersfiets rijdt, Nicky. Kom maar. Nee. Oh, Nicky, dat is rechts, joh. Kom, Nicky. Naar rechts. Nee. Oh, allee, Nicky. Nee. Nee. Nee, die heeft een stoem met naam. Oei, nee, die doet nee. Fuck you. Mm. Oh, die heeft een mooie hond. Die eerste foto, ja, dat is oké. Okay. Nee. Nee. Oei. Die heeft een kat. Oh, wat was dat? Die lek valt me niet. Oei. Is dat positief? Oei. Dat doe ik zelfs mee bij. Nee. Ah, ik zou ook ik dat... Oh ja, die zou dat ook wel naar rechts doen. Nee. Nee. Oei oei. Ja. Nee jong, die is geen 28, daar geloof ik niks van. Wacht, je moet oordelen op de borst. Is nee jongen, die is ouder. Ja, want die nee. Oh.
ken je niet. Ja. Nee. Nee. Oei. Ah, dat is er. Ja, die ziet er sympathiek uit. Maar die is te oud, jong. Voor meneer, maar... Wout, zeg jij. Voor u misschien, maar voor mij. Hoe ben jij, Lenny? 1,75 meter, dat is dan weer nee bij mij. Hoe lang ben jij, Lenny? 1,65 meter. Ja. Oeh. Zo'n kleine nee. Dodapjes. Nee, ik ben 1,54 meter. Nee, dat zit het direct. 1,54 meter. Die brugklassen worden steeds kleiner, zeg. Ik ben geen brugklasse, wat? Oh. Hij is wel Spaans, hè? Die ziet er dus ouder uit, hè? Ja, dat wel. Oei, die heeft een dikke... Oei. Godverdomme, Carapaz, ga naar voren. Oei, maar die is nu kerstboom blijven halen. Die is al versierd. Ja. Dat kunnen we wel zeggen. Carapaz, cool, man. Nee. Ik ken die haar zus precies. Die lijkt hard op iemand dat ik ken. Oei. Maar Marie ken ik ook, dus dan moet ik... Ik lijk altijd diegene dat ik ken. Dat is altijd grappig. Wie weet... Zo van, wat doe jij op Tinder? Ja, altijd. Nee. Oh, dat is perfect voor mij, dat. Nee. Is niet goed. Wow, voor één nacht, ja. Je moet ook een keer... Zo. Nee, jong. Nee. Debbie ziet er... Oei, nee. Oei. Sportief, nee. Kom op. Nee, jong, Nicky. Kom. Nee. Dat is Puk, hè. Dat is de zus van Puk, hè. De knoon. Ja, die wel. Ah, ja, oké. Okay, die dan. Ja, die ook een hond. Nee, dat is de mijne, jong. Aap. Heb je een hond die Puk heet? Nee, die hond. Die lijkt op de mijne. Hey, joke. Kom lekker kook. Nee. Maar die voelt nog mee, zeg. Die is fake. Ja, die is fake, dat is iets verdikt. Die is lelijk. Die is... Oei, nee. Die is... Wat? Fuck, hoe komt dat op mijn profiel? Dat is Australië. Ja, hij is zo schot, dat komt op mijn profiel. Dat... En mijn vrouw de laag. Ah, oh ja, die wel. Die ken ik gewoon. Die zou ik ook naar rechts doen. Ja, die werd in de karokstuk. Nee. Oh, ja. Die moet echt leren nemen, zeg. Die kans druipt eraf, dat is niet oké. Bij Tour stelt de eerste man eigenlijk alleen maar. Ja, alleen de eerste man bij alles, ja. Ook bij alle klassementen. Oké. Okay. Dat is hetzelfde als dat juist? Ja, dat is perfect voor uw vest, Anton. Die kapt ook in de neus. Die vind ik niks. Oh, maar dat is toch het ook niet? Nee. Ik heb er nog niks op tegen. Alleen maar like voor die kat eigenlijk. Het is een goede pushy. Ja, ik ga. Oei. Kijk eens aan. Lenny, kijk, hop. Nee joh. Tattoos, joh. Fucking hell. Ik hou niet op tattoos. Lenny, kijk, ze is met wat knuffel. Nee, grapje. Ik zou dat niet. Nog voor punten? Ik heb niets. Punten. Fucking hell. Maar echt niet, je bent echt, als het zo echt u niet aanstaat, dan gaat dat heel rap naar links. Al die kind is wel heel goed dat erop staat. Nee, het is bruin. Ja, het is een kaksel in je bed. Nou. Kijk, je nee. Beschermd heel. Wil jij ook de Tinder likes laten zien? Nee, ik ben 16. Dat is niks voor u. Hoe oud? 16? Zo zag ze er wel uit. Liesel rent op diesel. Ja, inderdaad. Zij is fake. Die zal meedoen aan Temptation Island. Die haar gezicht is niet oké. Okay. Als er geld toe, dan heb je ze de wijn aan het filmen, hè? Oh. Ja, dat is in de buurt, hè? Hallo, Nicky! Oei, nu hoor ik mezelf. Ja, ik ook. Nee. Lieke, die is nog wel savannah. Nope. Nee. Dat is via Lenny hoor je het. Ja. Oh, maar die is de jongen. Die is de jongen, maar voor je.
Nee, Nicky, kom. Ja. We gaan hier een keer kijken of dan er iets interessants vrouwen tussen zijn. Oeh, maar er heeft nog niemand in de kast, denk ik. Nico. En wat is die dingen? Wat is die sterren? Wat is die bliksemschicht? Ja, dat is zo'n boost. Heb jij niet Tinder gebruikt voor je vriendin te ontmoeten? Nee. Nee. Ah, Sharon ziet er nog lekker uit, denk ik. Nee. Ja, Sharon. Want is dat Nico? Ja. Ik heb wel een antwoord, maar ik heb geen zin om. Zeg maar wat matches, dat gaat goed, jongen. Echt, hè? Dat was mijn date van vrijdag. Avond of op middag? Ja, op middag. Die zou nog zo wel. Je bent weg, Lennart. Alleen niet weg. We zagen het even en dan is het weggevallen. Oei, die speelt oud, jong. Alleen Lennart, we willen wel bij u zien, hè? Manon is nog. Ja. Oei, nee, jong, die tattoo is op die benen. Maar ja, op zich, dat maakt niet uit als dat kopje mee was. Ja, man. Maar serieus een moeilijk plek. Kijk, dat is gelijk door die van Love Island, die hoofd. Is dat? Ja, die lijkt daar toch op. Op die Russische van Love Island. Als je ik zou ze naar links doen, maar. Ik ook. Theo. Dat is een vent. Oei, dat is ook zo'n fake profiel. Nope. Ja. 12.000 kilometer. Nope. Nee. Oei. Stop, man. Dat is een moeder. Dat was een mis. Op mijn gsm. Allee, en de Lennart doet ook niks, hè. Oeh, jawel, jawel. Maar nee, wij zien geen scherm bij u, jong. Jij deelt uw scherm niet. Kom, Nicky, we zullen de Lennart dan even helpen. Ja, hij is goed. Hij heeft het nodig, denk ik. Ga eens naar je matches. Misschien moet Nicky eens zeggen wat je moet sturen. Dan gaat dat misschien. Ja, toch een keer een matches, jongen. Ja, ja, ja. Joppa, drie op een rij. Weer een zegen. Maar de stream is gestopt. Ja, hij gaat hem terug opzetten. Denk ik. Ja, Lennart, we zien niks. We zien niks, hè, niet. Ja, je deelt je scherm niet. Nee, je deelt je scherm niet. Je moet je scherm opnieuw delen. Lenny. Ja. Wacht, ik zie. Ja, dus ik zie nu nog niets. Maar... Nee, het is aan het laden. Is aan het laden. Ja. Het is aan het laden. Ah, Monica. Ja. Ja, kijk, ga ik naar je matches, Lenny? Oei! Ga je naar je matches? Donker. Maar die bovenste... Julie, dat is die dat je kent zeker, hè? Ja. Ga ik naar die Anna? Ik zag op je profiel dat je... Ja, ik wil zien wat je gezegd hebt. Het duurt lang, jongen, laden. Godverdomme. Oei, 16 augustus 2020. En dat is de laatste. Oei.
Hoi. Nou, dan gaan we daar iets aan doen, hè, Lennart. Ja, maar dat is nu niet echt... Kom, pak maar een neef, jong. Ik weet nog niet wat je daarop kan zeggen om dat gesprek terug... Ja, niks meer. Hij moet iemand nieuw matchen gewoon. Wat zijn we allemaal aan het doen, Lennart? Monika is... Hey. Wij willen wel content, hè? Ja, maar we zijn niet content. Ben ik eigenlijk nog live? Nee. Hè. Oh, vreemd. Ja, het is aan het laden. Veel met dingen, kost je mijn scherm eigenlijk goed zien daarnet? Of ja, ja, dat was prima. Nee, ook al perfect. Alles zien. Maar bij de Lennart duurt het lang. Maar het zal wel komen. Hè. Ik ga eens een... Lennart, zeg jij nu al in het spel? In de app, of nog niet? Hi. Ah, de Lennart. Lennart. Oh, ja, hé. Hoe kan dat, hé? Helaas, helaas, pindakaas. Maar ja, wel, het werkte toch? Ja, probeer het nog even, en anders dan ben ik wel weg. Oh-oh, Mourinho in concrete belangstelling van Valencia. Rip appjes. Ja. Moplanner? Wij willen content. Wat dan? Ah. Kijk, zijn ideale opener, hè. Ga ik het doorsturen. Wacht, hè. Ja. Nu komt mijn opener, als ik Discord kan openen. Wacht, hij kwam juist. Jongen, jongen, jongen. Hatshoi. Dat is toch smooth, jong. Dat is goed. Dat is goed. Daar kunnen we nog veel van leren. Wat was je openen? Hoppa! Direct een match uit hem. De Lennart. Ja, dat weet wacht, ik niet. Wacht, ik ga openen. De oppertrol is dat. Gewoon een hele match. Shit, Lennart.
Wat? Moet je gewoon antwoorden, ik heb liever dat hij je mondmasker aan had. Nee, een garm. Ja, ik ga er weer vandoor. Yo. Dat moeten we niet lezen, Lennart. Hey. We willen content. Julie. Je kunt daar ook uw jas aan ophangen. Gasten. Ah, oké. Okay. Ja, dat wist ik. Dat is die ene dat hier toch in de voice text heeft gestaan, jong. Aha. Ola, nee, Lennart. Nee. Zeg aan, is het. Wacht, toon ik je die foto. Hoi. Dat is niet Lize, jong. Dat is, ja. Dat is Lander of zo in plaats van Lize, denk ik. Ik denk ook, ja. Ah, maar zeg, die jongen. Dat valt nog mee, hè? Nou, dat vind ik ook. Olle jongen! Lenny jong. Ga nog een keer terug, volledig. Dioni, je hebt daar niet op geantwoord. Gefeliciteerd met je man. Wat dan? Gefeliciteerd met je? Lenny, je moet eens iets anders proberen gaan openen eerst, want dit gaat niet lukken. Kom Lennart, we gaan een ander zoeken voor u. Ik wil u wel helpen met een opening, maar... Ja, dat willen we niet zien, hè. Hey. Ja joh, ga lekker met... 5-man aanval. Doelen. Ja, beter. Dus... Ga ik naar uw matchen terug? Ja, naar de andere kant, hè, joh. Hey, dat is een super likewaardse maat. Het is wel een walsen, maar voor de rest... Doe de wat? Allee, joh, je moet toch niet zo lang wachten? Ah, voilà. Ja, dat is goed, joh. Je hebt één like, je moet gewoon alles liken wat je kunt doen. Ah nee, ik dacht dat het wel het wat dat was. Ja, ik heb... Echt waar. Mooi, ik heb niet gewonnen. En nu gaat het terug. Oh, wat zijn die lelijk. Nee, Lennart, nee. Maar dat is weer een waalse, hè? Zeg. Ga dus naar uw matches, Lenny, gewoon. En scroll ik naar beneden. Maar ja, dat is al kei oud. Joni, lol. Pak die Katrijn. Of zeg, Ellen. Ga een keer naar Ellen en zeg dat ze niet zomaar op de spoor mag poseren. Nou, mag niet voor mijn werk. Dat is in maar dingen, hè. Dat is in Beringen, denk ik. Ja, maar dat is tegen de infrabilwetgeving. Bullshit, dit. Mag ik je erop attent maken? Dat het ten strengste verboden is. Ten steekste staat er nu. Let op. Ja, dat is verboden. Nee, wacht. Ga terug, Lenny. Terug. Dit is strengste. Verboden. Niet verbonden, verboden, ja. Verboden, ja, ten strengste verboden. Dus... Klote. Ik heb mijn spintrui verloren. Mijn bergtrui verloren, denk ik. Om. Wacht. Ja, die inmoeg.
Nee, nee. Het is strengste verboden. In mooi dat. Nee, daar, nee jong. Meer naar links. Nee, naar rechts, naar rechts, naar rechts. Naar, ja, naar, daar. In het midden van uw woord. Voor die D, die in mooi. Ja, daar. En dan verboden, de N moet er dan van achterop. Om model te spelen. Op onze prachtige spoorinfrastructuur. Indien er een trein tegen u botst, heb ik werk om het te herstellen. Wacht, infra. Nee, nee. Wacht, ik ga typen, kopieer het. Er moet gewoon nog een TR tussen. Een T en een R. Een T en een R. Ja. Oh. Ja, wacht hè. Waar zijn we nu? Ja, op onze prachtige spoorinfrastructuur. Punt. Ik heb geen zin. Om zo een mooie jonge dame in stukjes op te rapen. Doei jongens. Ja, met doei Daniel. Nee. Nee, nee, nee. Punt. Nee, wacht, wacht. Punt. Nee. Bij voorbaat, dank. Nee, bij voorbaat, met een spatie tussen, hè. Met een T. Dat is het, hè. Daar kan ze gewoon niks slecht op zeggen. Dat denk ik gewoon niet. Oh. Allee, kom, ja, nu gaan we, next. Nu gaan we, want... nog bij zijn matches, of? Ik weet niet of dat hij nog veel matches heeft. Ah, my current location daar, ben ik naar boven, jong. Oei, je gaat voor... Ja, tot 100 jaar. Discovery settings. Je terug naar beneden, ja. Ik heb een nieuwe locatie aan plan. At a new location, denk ik. Burkina Faso. Mali. Nee, Togo. Wij kaksen op bezoek. Jazeker. Dat is Togo, hè? Ja, dat zei ik net, Togo. Mol, waarom vind je dat niet? Ja, dat is het, jong. Ja, patat. Dat is hem. Dat is beter, joh. Dat is goed. Maar ik zou wel uw age range bekken aanpassen. Allee, je hebt toch geen vrouw van 40 nodig? Ja. Dat is beter. Nu gaan we ze vinden, joh. Ik zie al Jeff de dating expert. Ja, dan nu niet. Wow. Ja. Wat is uw andere... Maar ja, wie, je moet een foto van jezelf hebben ook, hè. Maar ja, wel. Specifieker, hè. Maar pak die foto van dat je een auto dat je hebt op Discord. Mogol. Oh. Nee! Ben je op je hoofd gevallen? Jongen, jongen, echt. Dat is oké. Kom, we gaan... We zijn de bekjes. Ja, je moet je eigen niet swipen, hè, Lennart? Ik ben een zeer sociale jongeman die graag uitgaat. Dat is spijtig. Schrijf er nog bij. Binnenkort kan ik nog een wereldtitel op mijn palmares schrijven.
Want nu gaan we dat niet aanpassen, die een tekst, hè. Dat is nu niet plezant, hè, Lennart. Wij willen titels. En mogelijk binnenkort een wereldkampioen. En dan gaat hij vragen, hey, was het geen binnenkort wereldkampioen? Holo, zie eens aan. Lennart, ene foto is genoeg van deze, hè. Oei. Brrr. Oh ja, ze gaan maar niet weg. Ze gaan niet weg, joh. Ik zou op het kruisje duwen. Ik ben al door mee. Zegt dat Chelsea verkeerd geschreven is. Nee. Dat is goed, jong. Ik zou ze een like geven, Lennart. Ja, dat maakt toch niet uit. Waarom zeg jij direct oei? En het is biseksueel. Ik zou nee zeggen, maar... Allee, ik zou ja zeggen. Oh, zie eens. Een loyale en eerlijke jongen, dat is wat ik zoek. Dat kan ze bij u vinden, hè. Ja, maar je hebt wel haar hoofd gezien. Dankjewel. Dat is een knokke. Ik weet het niet. Ik ben niet overtuigd. Maar ik zou liken. Dat is de jonge jong. Daarvoor kunnen de bak vinden. Ja, nee, sorry. Weer een kapstok, hanger. Allee, maar als jij die... Je kunt precies niet goed kiezen, joh. Hallo? Oh, hi. Nee. Maar nee. Nagelstiliste en kapper. Oh, niet daar, oh. Oh, daar. Nee. Ja, dat is niet, ja. Dat maakt niet uit. Doe maar ja. Oei. Oei, Jennifer met een meis. Oh. Ja, nee, dat is niks. Nee. Oh, shit. Oh, wat zien we daar halen? Ik graag. Wat zien we daar halen? Het is wel een serieuze boezem, zijn maat. Man, nee, jong. Dat maakt jong. Ja, oké, misschien. Oei. Haar een tekst is wel niet zo fantastisch, maar... Dat is meer voor de duurzaamheid. Nee. Ik zou ze wel doen, hè. Dank je. Wat zie je het? Nou, het heeft alleen maar halve foto's. Alleen niet op. Ja. Daar zou ik toch ja op zeggen? Dat denk ik ook. Daar zou ik niet op zeggen. Ja, dat denk ik ook. Ah, Timmy. Wat stelt dan een keer in? Nee. Nee. Ja, wel. Dat is een vent, hè.
Ga eens daar eerst een foto terugrennen. Zorgkunde hier staat. Ga eens daar eerst een foto. Ze is gepierst en getatoeëerd. Ja, is waar. Maar... Die is wel mooi, maar die is fake, dat zie je. Die is fake, ik dacht het ook, maar... Ze moet met uw lichaam bezig zijn. Oei. Nee. Was dit? Ik heb hetzelfde gevoel als Nicky. Maar jij moet kiezen, voilà. Meerte. Nou. Oei. No. Oei. Oei, wat is dit? Je hebt een voordeel, je moet die broek niet meer zelf openen. Ik zou ze een kans geven. No. Oei. Rechtspraktijk. Nee, nee, niet doen. Niet doen. Advocaat het recht. Kijk. Je loopt in mijn eigen ogen? Nee. Nee, nee, nee. Die is ouder. Dat is een Spaanse, jong. Die is wel knap. Ja, nou weten we het. Nou, dan weten we wat je moet duwen, hè, joh. Oei, 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 oei. Dan wist ik zo dat je dat ging duwen, hè. Lenny toch? Ja, dat echt. Oei. Nee, Bochum, jongen, dat is Duitsland. Nee, Duitsland. Nee, dat is Duitsland. Maar. Er staat toch duidelijk liefst in Bochum? Of dat is hier gewoon een foto in Nederland getrokken. Dat is Amsterdam dat je daar ziet. Oh, wacht, dat is Amsterdam. Nee, wacht, laat het zo maar lekker. Ah, ja, dat denk ik ook inderdaad. Kom. Wow. Kijk, 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 kijk. We gaan nog een keer naar de volgende foto. Oké. Okay. Kijk, haar kind is voor de juni. Is dat echt? Dat weet ik niet, joh. Alle. Je moet daar vragen of dat je of dat ze die bovenste of die onderste is. Fuck. Oei, dat erin. Ja, dat dacht ik ook. Fuck. Ja, die zou ik ook. Maar nee, kleuteronderwijzen niet. Maar zeg. Oei. Kut, dat doe ik. Oh, jongen. Figuur ben ik ook, hè? Ja, je moet ze wel een kans geven dan. Hè. Oh. Oh. Ja, zeker. Ah, moet je de oplader hebben? Kom, dat is sowieso goed. Vorselaar, dat is niet ver, joh. Maar, ik zou het toch niet doen als ik ze nu zie. Hopla! Ah, see who likes you, de keer. Dat weet ik heb dat. Heb je recht? Ja, zo kost dat niet, hè. Ik weet niet. Ja, ik werk met betaalkaart, nee, dus...
Ja, ja, doe maar verder. Ja. Laat me zien. Ja. En dat is een kruisje. Een kruisje. En de... Nee, zei ze. Ik denk dat ze groot is. Ja. Dat denk ik ook wel. Ja. Nou, wat top. Ik ben door. Ik heb 3 etappes gewonnen. De laatste ben ik 4e geworden. GC gewonnen. Lekker af. Puttenklassebed. Zo, kunnen. Toppie. Maar ja, dat is omdat ze een flesje bier in haar mond heeft. Ja, er wel gelijk vandoor. Fijne avond. Oh, ja. Points as hello. You get another person here. Hello. Appius is here. Yes. Appius has arrived, as you can say. But yeah, really impressive by Yutuan. That's not easy finishing in the top of both or in all of GCKYM points. So that's
have to say really impressive by you there. Thank you. So what is how he approached? Is it a hush? Yeah. Oh, nice surprise. Yeah, I mean, I would say that with the way he played, he kind of deserves to go out. Just trying to wheel suck too much, not really taking that much initiative. I mean, yeah, you use how the game works to your advantage, even if other players don't like it. We had some players in our group also not happy with how the others rolled, but I mean, if you get through, you get through, and you just have to deal with that. But you do also like seeing riders being aggressive and attacking. I'm just very happy that the people that try to create gaps managed to pass. It's nice to see in our group as well. We had some aggressive riders and they did well. So it's always good to see. Appius, did you want to have an interview as well? Yeah, I just came here for if you want an interview. I have now a bit of time, so just. Then to I'll leave you. Good night, Paul. Good night. Good night. Very well done, and good luck to the future. Hey, Appius, how did you do in your group? It went pretty good. We just finished because we are a bit late with starting, but I won the 3 stages overall and the points classification, so it went really well. 3 stages, wow, that is really good, I have to say. And did you win the GC as well then? Or? Yeah, I just said that. Sorry, I'm eating something. That's fine. Which stage did you struggle the most with? Well, it was the last stage, which I didn't win. Because it was stupid of me to play for the puncher, because I know the finals about acceleration, so it was not really smart. And I lost a bit of time there, but still, GC was sure, so happy. Doesn't look intimidating, but you can easily get a lot of time there. As we have some other guys joining here, and you guys, hey.